De tweede halve finale wedstrijd tussen Landstede Basketbal en Donar uit Groningen is zondagmiddag een felle wedstrijd om des keizers baard geworden. Landstede Basketbal biedt veel verzet tegen Donar en vliest uiteindelijk nipt met 77-80. Dat is een acceptabel resultaat na eerdere nederlagen met 44 en 31 punten verschil. Donar begint waar het de afgelopen twee wedstrijden is geëindigd. De ploeg schiet de ene na de andere drie punten foutloos binnen. Curry, Bruimsma, Cunningham en De Russo treffen ditmaal. Landstede Basketbal is feller dan voorheen. De Hammers leiden amper balvlies, dwingen turnovers af en krijgen meer schoten dan Donar. Noah Dalman vindt nu wel zijn weg naar de basket. De Zwollenaren zijn gewoon beter dan de Noorderlingen in deze beginfase. Jordan Gregory laat de wat bleke Brandon Curry voorbij vliegen voordat hij scoort. Noah Dalman legt binnen na een aanvallende rebound en Ralf de Pachter knalt ook van ver binnen. Dat leidt tot een time-out van de drukbewegende Braal. Vanaf de vrije worplijn houdt Donar stand, maar Gregory en Dalman schieten Landstede langzij en voorbij Donar. Een driepunter van Sharon Dorsey Walker zorgt voor een 23-20 kwartstand. In het tweede kwart wordt er fel verdedigd en matig geschoten. Erg blij kijken de Groningers niet als Dorsey Walker op de break voor 29-24 zorgt. Als Pasalic zijn aanvallende rebound terugtikt tot ver op zijn eigen helft en Bruinsma dankbaar profiteert met een driepunter, dan is het rust bij 33-32. Na rust komt Donar veel beter uit de kleedkamer dan de thuisploeg. Het kwart eindigt met 20-30. Thomas Koenis krijgt tweemaal de gelegenheid drie punten te schieten. Nog één keer pakken de Hammers over als Pasalic Franco House ontzettend hard aanvalt en tegen een opzettelijke fout aanloopt. House verzilvert beide vrije worpen en man van de wedstrijd Jordan Gregory schiet een driepunter binnen voor 50-44. Dan blijkt de snuggerheid en klasse van de Groningers. Arvin Slachter slaat toe in een run. Zijn passes naar Bruinsma en Curry, die leiden tot drie punters, zijn prachtig. In de buzzer schiet Sean Cunningham nog een prachtige driepunter binnen voor 53-62. In het slotkwart loopt Donar uit naar maximale voorsprong van 14 punten als Gibson snel en behendig binnenlegt voor 55-69. Omdat Donar heel nadrukkelijk blijft zoeken naar Rienk Mast, kunnen de Zwollenaren dichterbij komen. Mast komt via een persoonlijke fout op het sheet, terwijl Jordan Gregory zich onderscheidt met vier geslaagde driepunters in dit kwart. De laatste 16 punten van de thuisploeg komen allemaal van Gregory.